Goed, dames en heren. Welkom. We zijn in de lucht, zoals de griffier mij net mededeelde. Dus, en het is inmiddels 19:30 geweest, dus we kunnen ook van start gaan met de reguliere raadsvergadering. Als ik mezelf met een paar minuten vertraging terughoor. Dan is dat ook gecorrigeerd. Mooi. Er is één bericht van verhindering. Dat is de heer Boy. Oh ja, 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 sorry. De heer Ten Berg ook. Voor het overige zijn we aanwezig. Dus niets rest ons om, of niets let ons om een goede besluitvorming vanavond te hebben. Niet veel op de agenda. Maar wel een belangrijk onderwerp, de regio-deal met name. Daar zal ongetwijfeld over gesproken worden. Het is niet voor niks tenslotte een bespreekstuk. Als eerste wil ik met u naar de agenda voor vanavond kijken. Is er behoefte om de agenda te amenderen? Is dat niet het geval? Kunnen we hem zo vaststellen. Dan zijn we daarmee bij agenda punt 4, de vaststelling van de besluitlijst van 16 april jongstleden. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Al dus vastgesteld. Dan heeft u een besluit te nemen als het gaat om de bekrachtiging van de voorlopig opgelegde geheimhouding in de brief van het college over de informatiebeveiliging van de gemeentelijke werkzaamheden. Over DigiD en Suinet. En dan hoef ik de publieke tribune denk ik niet uit te leggen dat soms handig is dat die gegevens ook hier met enige vertrouwelijkheid worden behandeld. Dus over die bekrachtiging van de geheimhouding gaat het. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Zo niet, dan constateer ik dat u de geheimhouding heeft bekrachtigd. Dan zijn we daarmee bij agenda punt 6, ingekomen stukken. De voorstellen ter afdoening van de ingekomen stukken. Wenst iemand daarover het woord? Niet het geval. Conform de voorgestelde afdoening besloten. En dat betekent dat in ieder geval de werkgroep grip op regionale samenwerking nog weer extra werk heeft gekregen. Daarmee, dames en heren, zijn we bij de categorie stukken die ter behandeling zijn aangeboden als eerste in de commissie. En een aantal van die stukken heeft u in de commissiebehandeling geoordeeld dat die wel zonder verdere bespreking tot besluiten kunnen worden gebracht. Een viertal onderwerpen, ik noem ze even. Het voorstel van het seniorenconvent in zaken het rapport van de Rekenkamercommissie van Coevorde over toezicht en handhaving in het fysieke domein. Een voorstel van het college in zaken advies, positionering, centrumstraten. Een voorstel in zaken de wijziging van de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer Groningen-Drenthe. En last but not least een voorstel van BMW in zaken het bestemmingsplan Klooster 33-33a in Zwelo. En bij deze hamerslag is conform die voorstellen besloten. Dan zijn die besluiten ook van kracht en is nu aan de orde agenda punt 8 een drietal bespreekpunten. Ik zei net al één, licht ik er even uit omdat de twee andere, het voorstel in zaken herbenoeming leden Rekenkamercommissie, en een ander voorstel in zaken de voordracht voor leden van de Welstand en Monumentencommissie. Altijd vanwege de procedurele zuiverheid als bespreekstuk worden geagendeerd. Maar we de ervaring hebben dat er lang niet altijd daadwerkelijk over gesproken hoeft te worden. Dus ik stel bij het eerste punt het voorstel van het college in zaken de herbenoeming van de leden van de Rekenkamercommissie de vraag aan u of u ermee kunt instemmen dat we met acclamatie instemmen met die benoeming of wenst u daarover te spreken? Nee, dat eerste is het geval bij acclamatie met algemene stemmen besloten tot herbenoeming. Zullen we dan meteen die laatste ook maar even doen? Dan wijk ik toch af van de zojuist door u vastgestelde volgorde. Het voorstel in zaken de voordracht van de leden Welstand en de Monumentencommissie. Ook daarvoor regio Zuid en Oost-Drenthe. Wie wenst daarover het woord te voeren? Ik neem aan iedere fractie de heer Tino Nijbanning, wat mij betreft als eerste. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat zegt u? Nee, ik zeg dat mag ook van de interruptiemicrofoon. Ja, dus oh, dat wist ik niet. Ja, nou ja, dat mag ook. Ja, ik zeg dat mag toch?
openstaan. Het is weliswaar de interruptiemicrofoon, maar dat betekent dat degene die zouden willen interrumperen dan vanzelf wel de weg naar de andere microfoons weten te vinden. Nou, dan van deze kant. Ook prima. Anders gezegd. Ja, dank u wel. De BBC 2014 vindt het een goede zaak dat wij vandaag als raadspartijen van de gemeente Coevorden toe kunnen lichten wat ons gevoel is bij deze regiodeal. Als BBC 2014 hebben we een aantal opmerkingen. Zouden we graag een reactie willen op kaders die we het college mee willen geven. En hebben tot slot ook nog een aantal vragen. Met de gestelde doelen werken, wonen en welzijn op de hoofdlijnen van de regiodeal ziet BBC 2014 de mogelijkheid om een grote impuls te geven aan een bloeiende economie en duurzame woon- en leefomgeving in de regio en de gemeente Coevorden. De regiodeal legt ook een directe link naar ons verkiezingsprogramma, want veel van onze ambities zien wij namelijk terugkomen in deze deal. Coevorden wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor zijn en blijven voor inwoners en ondernemers en voor jong talent in het bijzonder. We zien onder meer nog steeds groeiende verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er ligt voor ons een forse opgave om met de afnemende aanwas van leerlingen de broodnodige beroepsgerichte opleidingen voor de regio beschikbaar te houden. Behoud en creëren van krachtig voortgezet en beroepsonderwijs is voor Coevorden van essentieel belang. We blijven hameren op de aandacht voor fondsen en subsidies. Want met geld kun je geld maken. Het reeds vorig jaar door BBC 2014 geïnitieerde besluit om hier meer mee te doen duurt ons simpelweg te lang, waardoor nu kostbare tijd en geld verloren gaat. Recente publicaties en zelfs vandaag laten nog eens zien dat wij hier als provincie, als regio en als gemeente te bescheiden in zijn. Met de regiodeal zetten we in ieder geval een belangrijke stap in de juiste richting. Het kan een goede versneller zijn om stevig bij te dragen aan de doelen voor de gemeente Coevorden. De fractie van BBC 2014 is daarom enthousiast en verwacht veel van deze deal. Samenwerken over de gemeentegrenzen kan complex zijn. Een vraag die ons bezighoudt: hoe kom je nu tot een goede regiodeal die niet alleen zorgt voor een deal, maar die ook leidt tot impact? Hoe blijven we als raad in positie en worden we tijdig geïnformeerd? Daarom vinden wij het belangrijk om aan deze regiodeal een aantal kaders te stellen. Zoals: uitgaven voor projecten moeten een duidelijk regionaal effect beogen. Alle deelnemende gemeenten moeten de gelegenheid worden gesteld om gemeenteoverschrijdende projecten uit te kunnen voeren. Projecten mogen niet in strijd zijn met de economische visie van de gemeente Coevorden. Zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat en het creëren van een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Nu de hoofdlijnen bekend zijn, is het belangrijk om snel de genoemde stakeholders aan te laten sluiten. Want BBC 2014 vindt samenwerking essentieel. Er dienen afspraken gemaakt te worden ten aanzien van de voortgangsrapportage en evaluatie, waarbij onze raad nadrukkelijk wordt betrokken. Als we behoedzaam blijven op onze eigen solvabiliteitspositie en er voldaan wordt aan de juist genoemde kaders, dan is deze regiodeal voor de gemeente Coevorden een uitstekende mogelijkheid om door te kunnen pakken, zoals BBC 2014 dat graag ziet. Samenvattend, BBC 2014 staat achter een regiodeal. We hebben een aantal opmerkingen gemaakt die resulteren in een vijftal vragen. Binnen welke termijn worden de stakeholders, belanghebbenden, erbij betrokken? Wanneer wordt duidelijk hoe de informatiestroom naar de gemeenteraad eruit komt te zien? Levert de provincie Overijssel ook een bijdrage? Hoe vordert het besluitvormingsproces over deze regiodeal in andere gemeenten? Heeft het college kennis genomen van de magere resultaten ten aanzien van de financiering middels Europese fondsen en subsidies ten opzichte van de rest van Nederland? En gaat u daar ook echt iets aan doen, ook in het belang van de regiodeal? Dank.
Daarmee is uw eerste termijn beëindigd, begrijp ik. Ja. Dan is de vraag van mij wie er... U mag gaan zitten. Ja. We vervolgen de eerste termijn. Mevrouw Katerberg, CDA. Ja, dank u voorzitter. Het blijkt dat meer gemeenten en ook de provincie Drenthe positief zijn over de regiodeal en mee willen betalen. Voor onze gemeente betekent het een investering van 1,1 miljoen. Deze krijgen we in viervoud terug, maar er moet wel eerst ingelegd worden. Gelukkig is daarvoor ruimte gevonden binnen de dekkingen van de bestemmingsreserves en wordt de algemene reserve niet ingezet. De CDA-fractie zou graag zien dat er met de gelden uit de bestemmingsreserves een speciale bestemmingsreserve voor deze regiodeal gevormd wordt. Het is logisch dat de regiodeal op het moment met allerlei ontwikkelingen in verband wordt gebracht. We moeten ervoor waken dat we het overzicht kwijtraken en dat we verplichtingen aangaan die we niet meer na kunnen komen als dit snoeppotje leeg is. We willen graag helpend zijn en ook de ambtelijke organisatie tijd en energie besparen om onze manier van financieren te laten begrijpen. Door een aparte bestemmingsreserve regiodeal te maken is het ons inziens gemakkelijker om overzicht over alle bestemmingsreserves te houden. Wij horen graag hoe de andere fracties hierin staan. We zijn kritisch over de gekozen organisatievorm waarin veel teams een rol spelen. We verwachten dat de stuurgroep zicht houdt op de kosten die worden gemaakt voor overheid en dat deze niet boven de genoemde 4% zullen uitkomen. Graag zien wij de kosten gemaakt voor overheid terug in de rapportages. Kan dat meegenomen worden naar de stuurgroep? We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkeling van de projecten en plannen binnen de pijlers werken, wonen en welzijn. We zijn vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingen die binnen onze gemeente plaatsvinden. In de commissie is daarover een toezegging gedaan. In het verslag van de commissievergadering staat dat wij over de ontwikkelingen in Coevorden ook 2 keer per jaar geïnformeerd worden. Begrijpen we het goed dat hiermee een rapportage per kwartaal zal volgen? 2 keer per jaar met alle partners en 2 keer specifiek en tussentijds voor Coevorden? Dat zijn de vragen en opmerkingen van het CDA. Ik dank u wel. Dan mevrouw Siep, VVD. Dank u wel, voorzitter. Het is een prachtig plan volgens de VVD, de regiodeal. Alles zit erin. Wonen, werken, welzijn. We hebben het al eerder aangegeven. Exact waarvoor we hier in de Raad allemaal bij elkaar zitten. Om het voor iedereen beter te maken. Dat wordt met de regiodeal ingekopt. Het is een enorme positieve impuls voor de regio. Een impuls voor een sterke regio. Alle gemeenten hebben een gezamenlijk belang bij deze deal, maar ook een eigen belang. De VVD verwacht dat alle betrokkenen het gezamenlijk belang voorop stellen. Dat er geen graaicultuur ontstaat, dat niet de grote gemeenten eerst worden bediend en daarna de kleine. Geen Calimero-syndroom, maar dat iedereen gaat voor een sterke regio. En dat willen we ook graag meegeven aan het college, aan de wethouders, om daarvoor te waken. De VVD ziet binnen de gemeente Coevorden graag een verband ontstaan tussen de regiodeal en alle regelingen die we al kennen. Het is van belang dat de bestaande regelingen als de woonvisie, de Dutch Tech Zone en het Techlab aansluiten op de regiodeal. Dat er een vliegwiel ontstaat, waardoor ook deze regelingen een positieve impuls krijgen. Starten met de werkgelegenheid, banen creëren en daardoor krijgen de pijlers wonen en welzijn ook een positieve impuls. Als VVD en als raad willen we graag meegenomen worden in de concrete plannen. Welke plannen gelden specifiek voor onze eigen gemeente en willen we graag tijdig geïnformeerd worden. De gelden moeten worden gebruikt om krachtig te worden, investeringen te doen voor de toekomst. Die blijvend zijn en waar iedereen beter van wordt. Profijt voor de toekomst is uitgangspunt. Dank je wel. Dank u wel. Ja, de heer Slomp, Partij van de Arbeid, en dan gaan we zo het rijtje verder af. Ja, dank u wel, voorzitter. Het wordt hier vanavond natuurlijk een Hosanna-verhaal, zoals we in de commissie al vastgesteld hadden. En daar doet de PvdA-fractie ook graag aan mee.
Want natuurlijk zijn wij ook positief. Een investering in de arme kant van Drenthe en Hardenberg doet ook mee, oplopend tot 40 miljoen. Voor driekwart opgebracht door onze mede-overheden, Rijk en Provincie. En dat kan onze regio goed gebruiken. Sociaal-economisch zijn we nog niet de sterkste regio van het land. De achterstand in economische ontwikkeling, gemiddeld inkomen, gemiddeld opleidingsniveau, aanbod van werkgelegenheid, de brain drain uit de regio. Wij lopen wat achter. Het lijkt dat het eigenlijk allemaal, ja, het is allemaal goed te verklaren uit de historische ontwikkeling van onze regio. Het lijkt allemaal lang geleden, maar de tijd dat grote groepen van onze bevolking de kost verdienden in de veenarbeid of in de kleinschalige landbouw, dat ligt nog niet zo heel ver achter ons. En dat verklaart, denk ik, waarom wij nog steeds wat op achterstand staan. Mijn opa en oma, twee generaties geleden, die begonnen met twee bunden heideveld. Wat zij zelf moesten ontginnen, moesten ze een huis opzetten en daar moesten ze een bestaan op opbouwen. Mijn ouders gingen naar de lagere school aan het werk. En voorzitter, de sprong van boeren op twee bunden heideveld naar een moderne economie met diversiteit in werkgelegenheid, voorzieningen en inkomens, dat is toch een lastiger gebleken. Daarom hebben wij achterstanden in ons gebied en dat hebben onze inwoners niet verdiend. Want zij kunnen daar niks aan doen en zij verdienen beter. En daarom zijn wij blij met dit plan. Wij zien een doorlopende lijn in vierkant voor werk, Dutch Tech Zone, Regio Deal. Maar wij zijn blij dat deze Regio Deal breder ingestoken wordt dan alleen economische structuurversterking. Wonen, welzijn en gezondheid krijgen ook nadrukkelijk de aandacht. Het is nog een globaal plan, een globaal investeringsplan, zonder dat er al te concrete projecten al zijn. Er worden wel hier en daar wat ideeën gewisseld, maar daardoor is het lastig te beoordelen wat het precies gaat opleveren. Maar wij hebben er wel vertrouwen in dat dat voldoende zal zijn en dat het veel kan opleveren. Het beschikbare budget kan op veel manieren worden ingezet. We hebben daar ook allemaal zo onze eigen ideeën bij, maar wij geven u graag een aantal ideeën mee. Bijvoorbeeld bij wonen. Wij hebben in de regio nog een forse opgave om bijvoorbeeld de eigen woningvoorraad te verduurzamen. En wij hebben relatief veel woningen met relatief veel mensen met een laag inkomen die zelf het geld niet hebben om die woning te verduurzamen. En wij zouden graag zien dat de regio-deal ook daarvoor benut wordt. Ten aanzien van innovatie en ondernemen zouden wij graag zien dat er, er zijn in de regio ontwikkelingen ten aanzien van de waterstof-economie. We hebben daar laatst ook een mooie presentatie van de Lendo over gehad. Wij zeggen, kijk nou ook eens bijvoorbeeld naar het Europark, waar grootverbruik, duurzame opwek eigenlijk allemaal dicht bij elkaar zit. Dat zou een prima omgeving zijn om daar ook eens bijvoorbeeld een pilot op te zetten in de industrie, gebonden aan waterstof. Onderwijs, werd ook al door BBC genoemd, dat wordt vaak in verband gebracht met het bedrijfsleven. En dat is op zich ook een prima idee. Maar daarnaast willen wij ook nog graag de zorg noemen als een mogelijkheid. Koevorden heeft eigenlijk al een lang bestaande wens om middelbaar beroepsonderwijs naar Koevorden te halen. We hebben hier vier hele grote zorgorganisaties actief in onze gemeente. Een van de grootste werkgevende takken in onze gemeente. Heel veel kleinere aanbieders ook nog. Kijk daar nou ook eens naar of er geen mbo, verzorging of verpleging naar Koevorden gehaald zou kunnen worden. En dat zou ook hartstikke mooi aansluitingsonderwijs zijn op de grote groep jeugd die bij de nieuwe vesten het profiel zorg en welzijn volgt. Ten slotte nog wat opmerkingen over de wijze van financieren. Door hier die twee bestemmingsreserves voor te gebruiken, voelt het toch wat minder als een uitgaaf. Geld is geld, maar we hadden dat geld toch al bestemd. En dat voelt beter, en daar ben ik met het CDA eens, als een nieuwe greep uit de algemene reserve. Dus wat ons betreft ook prima zo. Op de reacties bewaar ik even voor de tweede termijn. Dank u wel, tot zover. Dank u wel. Ik zag vervolgens de vinger van de heer Hoedemaker, D66. Dank u wel, voorzitter.
In de vorige commissievergadering heb ik al voldoende geloftrompetterd over deze regio-deal. Dat ga ik vanavond niet nog een keer overdoen. D66 is blij met de deal en alle extra middelen die ermee gepaard gaan. En ik hoop oprecht dat we er mooie dingen mee gaan doen op het gebied van wonen, werken en welzijn in de regio. Maar nog gelukkiger dan met het geld ben ik met de solidariteit die spreekt uit deze regionale aanpak. Petje af voor al die ambtenaren en bestuurders van de provincie, Drenthe en de gemeente A. en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hogeveen, Hardenberg en natuurlijk Coevorde, die verder kunnen kijken dan hun eigen belangen en de gemeentegrenzen. Voorzitter, ik ben een optimist. En ik hoop van harte dat we deze solidariteit in de regio en tussen gemeenten kunnen blijven opbrengen. In goede, maar ook in slechte tijden. Ook als we gesteld worden voor grote opgaven. Want dat is de echte testcase voor solidariteit tussen gemeenten. Bijvoorbeeld op financieel gebied. Als je de pijn gaat voelen, gaat dat vaak helaas ten koste van solidariteit. En die grote opgaven van gemeenten zijn er de komende tijd genoeg. Ze hebben een oorsprong in de wereldwijde ontwikkelingen, zoals klimaatvraagstukken, migratie en informatietechnologie, in Europese besluitvorming, zoals CO2-reductie, maar ook in landelijke maatregelen. Daarbij valt te denken aan het aardgasvrijmaken van woningen, de ontwikkelingen in het sociaal domein en de invoering van de omgevingswet. Voorzitter, de regio beperkt zich wat D66 betreft niet alleen tot Zuid- en Oost-Drenthe. Onze regio strekt zich ook uit tot over de grens. Ook aan de andere kant van de grens en verder in Europa liggen kansen. En dan heb ik het niet alleen over het vervolmaken van de rondweg van Coevorde op Duits grondgebied. Ook binnen de Europese Unie liggen veel oplossingen in het Europa van de regio's. En inderdaad, dat is wel even slikken voor nationale politici die Europa vorm willen geven vanuit de natiestaat. Kortom, voorzitter, deze regio-deal smaakt naar meer. De opgaven die er voor ons liggen, nu en in de toekomst, kunnen we hiermee aan. We krijgen meer samenwerking, we gaan naar meer solidariteit. Want, en dat heb ik deze raadsperiode nog niet gehoord, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En daar was u dan toch, met dank aan de heer Hoedemaker. Goed, de heer Bouwers en de heer Stoker. De heer Bouwers eerst. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een mooi project voor wonen, werken, welzijn, onderwijs, zorg. En we zijn er al een behoorlijke tijd mee onderweg. En het komt nu toch echt tot ontwikkeling. En we hopen toch ook dat die ontwikkeling doorzet en van de projecten. En wij zijn dan ook wel nieuwsgierig wanneer er echt duidelijkheid komt met de projecten welke dan waar we de gelden voor beschikt zijn. Het is een enorme positieve impuls. Houdt Coevorde een stand bij de verdeling van de gelden. Dat is natuurlijk wat net ook al door mensen werd aangegeven. Ja, het is heel mooi, maar zo gauw als de geld is te verdelen, dan moet je wel voet bij stuk houden. Want anders dan zijn er mensen die daar denken meer van te moeten gebruiken. Maar goed, we hopen dat onze wethouder is dat wel aanvertrouwd, dacht ik, om dat goed te bewaken. En natuurlijk de benodigde projecten die wij daarvoor moeten hebben. We hopen dat het een goed geheel wordt en dat ook de werkgelegenheid daar nog het nodige voordeel bij kan krijgen. Want ja, het is natuurlijk ook wel eens typisch, werkgelegenheid, hier moet ook werkgelegenheid komen. Maar wij halen honderden, duizenden mensen uit diverse landen van Europa, ja, en die haal je hier naartoe en dat is ook allemaal goed. Ja, dan denk ik ook wel eens bij mezelf van, wat moet je daar dan mee als je dan hier dan nog weer extra werk moet organiseren? Ik denk dat het een Europees ook nog maar eens anders moet worden bekeken. Maar dat is ons standpunt om daarmee om te gaan. In ieder geval positief. En de financiering die zit volgens ons ook goed in elkaar. En wat ons betreft kan het doorgaan. Dank u wel. De heer Stoker,
Pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Samen met de provincie en verschillende gemeentes heeft het college van Koevoort een aanvraag voor een regiodeel ingediend. En het pak wil in ieder geval vanaf deze plek en iedereen die een bijdrage heeft geleverd eraan ook daadwerkelijk 20 miljoen toegekend te krijgen om een ambitieus programma invulling te geven. Van harte feliciteren ermee. Voor de overige 20 miljoen draagt provincie en gemeente samen zorg. Voor een aandeel van Koevoorde zal dit ruim 1,1 miljoen bedragen. Samen met de provincie en de gemeenten heeft u voor de komende jaren een ambitie op het gebied van werken, wonen en leven. En wat mooi is om te horen is dat de Partij van de Arbeid al met een aantal suggesties komt waarvan ik denk van nou, daar zit wel wat in. Het aantrekkelijk maken van een vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkeling, bloeiende vrije tijdseconomie, goede bereikbaarheid en toekomstbestendig bereik, aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat en toekomstbestendige en bereikbare zorg, onderwijs en welzijnsvoorzieningen, die spreken ons aan. Bij die onderdelen zijn inmiddels ook doelen opgesteld en zijn ook een aantal projecten op hoofdlijnen geformuleerd. U geeft aan dat de een en ander ook verder uitwerking vraagt waarbij stakeholders betrokken worden. De stuurgroep bestaande uit Rijk, provincie en die stakeholders, die stelt de jaarplannen op en bepaalde projecten. En wat ons betreft mist daar nog een partij, en dat is namelijk dat zijn de gemeenteraden. Wij zien graag dat de raad in deze ook wordt meegenomen in dat proces, omdat het echt een hele belangrijke deal is die hier speelt. Als wij alleen maar aan de zijkant staan en mogen beoordelen wat de uitkomsten zijn van jaarplannen en waar het geld aan besteed wordt, dat zou ik ongelooflijk jammer vinden, want ook de raden die deelnemen, daar zit denkkracht. En die denkkracht die zou je kunnen gebruiken. Voor wat betreft het gegeven dat provinciale staten en gemeenteraden 2 maal per jaar worden geïnformeerd, hebben we de commissie al aangegeven dat ons dat veel te mager is. En we zijn ook blij met de toezegging dat het ook in dit verband vaker zal gaan gebeuren. Als je als laatste spreker aan het woord bent, kun je meteen reageren op al die voorgaande sprekers. Niet nadat ik nog het volgende heb gezegd. Lokaal betalen, regionaal doelen behalen. Ik denk dat het een hele belangrijke is en de VVD heeft het net al aangekondigd. Het vraagt ook wel wat van de deelnemende partijen om die regio ook voor te stellen op het eigen belang. Want dat gaat natuurlijk toch wel meespelen. De wethouder heeft in ieder geval in de commissievergadering geprobeerd ons daarin gerust te stellen. Maar hoe vaker die door anderen gebruikt wordt, hoe voorzichtiger ik daar ga worden. Wij gaan ervan uit dat datgene wat er aan resultaat in de regio-deal wordt geboekt, ook enige balans heeft en zeker ook onze eigen gemeente ten goede gaat komen. Het CDA heeft aangegeven dat zij graag vinden dat er een bestemmingsreserve voor regio-deal komt. Nou, wat ons betreft zijn we daar op voorhand helemaal niet op tegen. Ik denk eigenlijk dat het een hele goede suggestie is. De VVD die heeft aangegeven dat, net wat ik net al zei, dat ook de regio echt voorop wordt gesteld. Maar vraagt ook net als het pak verbinding met datgene wat er al ligt. Wij delen die mening. De Partij van de Arbeid geeft een aantal suggesties. Opgave voor duurzame eigen woningen, waterstof, economie, innovatie en de zorg met bijvoorbeeld de mbo-opleiding niet vergeten. Ik denk dat het waardevolle suggesties zijn en ik vind het pak aan uw kant als het daarom gaat. En D66 doet nog een hele belangrijke andere suggestie, namelijk een regio-deal die smaakt naar meer. En daarbij moeten we Europa niet vergeten. Laten we wel wezen, Koevoorde ligt in het centrum van Europa. In die zin denk ik dat het heel verstandig is wat de heer Roedemaker namens D66 heeft aangegeven. Onderzoek wat er nog meer aan mogelijkheden ligt met onze Duitse partners, onze grootste economische buurman die we hebben. Nogmaals, veel succes met de voortgang. En we zijn graag bereid minimaal 4 keer per jaar met het college van gedachten te wisselen over de regio-deal. Dank u wel. Ik dank u wel. Daarmee is de eerste termijn van de zijde van de raad compleet. En hebben we maar liefst 2 vertegenwoordigers vanuit het college die op verschillende aspecten van deze regio-deal nog nader kunnen ingaan. Ik heb de indruk dat de heer Zwiers de aftrap doet. Al was het, de heer Brink doet de aftrap. De heer Brink heeft het woord. Ja, dames en heren, senioriteit gaat voor in het college. Ik zal proberen enige inhoudelijke zaken te behandelen en de meer financiële gestructureerde onderwerpen zullen mijn collega Zwiers doen. Ik heb gemerkt dat D66 in ieder geval al in de stemming is voor donderdag.
Hij pleit voor een grote mate van solidariteit. Solidariteit vraagt natuurlijk ook vertrouwen, vertrouwen in elkaar. De partners die hier deze regio-deal uit willen voeren en deze regio-deal willen financieren, hebben dat vertrouwen in elkaar uitgesproken. En daarmee ook nadrukkelijk de intentie tot solidariteit met elkaar. Dus we leggen niet op de weegschaal waar welk project komt, maar we zorgen wel, dat is even zijn antwoord, voor de balans waar de revenuen terechtkomen in onze regio. En want vergeet u niet, als we veel werkgelegenheid in Koevorden realiseren, werken daar ook mensen uit Hardenberg en Emmen. Dus we moeten ook de balans zien te vinden in de regio, maar ook bij de individuele gemeenten die allemaal hun nek uitsteken voor deze nieuwe vorm van samenwerking die we nog nooit eerder gekend hebben in onze regio. BOC zijn we allemaal bekend mee, maar een zo brede samenwerking en dan ook op alle terreinen die de gemeentelijke beleidsvorming en uitvoering betreffen, hebben we nog nooit meegemaakt. En wij vinden het een spannend, maar vooral een heel mooi experiment wat we gaan doen met elkaar. En we hebben daar alle vertrouwen in. Meneer Stoker die zegt er moet balans blijven. Nou, die zoeken we ook nadrukkelijk. En de suggesties die de PvdA doet, die nemen we ook nadrukkelijk mee. En zo zal ook in het vervolg van de planvorming de betrokkenheid van de raad ook nadrukkelijk gezocht worden. Wij zouden wel gek zijn als we van al uw adviezen geen gebruik zouden maken om deze regio-deal een goede invulling te geven en tot een goed succes te brengen. Het is werkelijk een positieve impuls. Even kijken, u had wat concrete vragen. De raad moet goed geïnformeerd worden. Is het nou 2 keer of 4 keer? Ik denk zo vaak als u het nodig vindt en zo vaak als wij het samen nodig vinden. Dus ik kan mij voorstellen dat we op cruciale momenten ook een themaavond organiseren zoals we dat hier in goede traditie gewend zijn. En daar uw suggesties op halen en ook de vorderingen met u delen. En de formele momenten moeten natuurlijk ook, want er moet ook af en toe een besluit door u genomen worden. Dat zullen we zeker allemaal doen. Wanneer start nou de inhoudelijke gesprekken? Inmiddels wordt de governance wordt helemaal opgewerkt. De projectleiding wordt opgewerkt. En ik verwacht dat we zeker dit jaar nog met hele concrete plannen bij u als raad komen. Maar ook met hele concrete plannen de uitvoering ingaan. Dat is een helse klus, want ook stakeholders moeten daarbij betrokken zijn. En dat zijn stakeholders op het gebied van industrie, op het gebied van MKB, op het gebied van zorg, op het gebied van wonen, op het gebied van bouwen, op het gebied, nou, noemt u het maar op. Wij zullen daar een hele goede governance op organiseren, maar ook een governance waarin stakeholders echt hun plek kunnen vinden en oprechte invloed hebben op wat hier nodig is in deze regio. Met die regio-deal kunnen we dus deze regio optillen en kunnen we, en ik ben het niet helemaal met de PvdA eens, dat hoort u niet zo heel vaak van mij, maar in dit geval, ja, wij hebben hier en daar wat achterstanden, maar aan de andere kant zijn we ook een trotse regio. Een regio die echt wat kan, een regio waar mensen hard willen werken, een regio waar mensen echt net zo slim zijn als in de rest van Nederland, maar soms ook cultureel bepaald een aantal andere keuzes maken. En daarom is de aansluiting met het onderwijs ook zo vreselijk belangrijk dat kinderen een keuze kunnen maken die past bij hun toekomst, die past bij het niveau wat onze bedrijven nodig hebben, die past bij het niveau wat het werk nodig heeft. Daar kan de regio-deal een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook meteen de verbinding met wat wij al doen in Koevorden. Dat Stekzone is volop in de race, dat Stekzone zit ook volop in de regio-deal. En dus wat we al doen, gaan we ook versterken. Mevrouw Speer. Een interruptie, weet ik. Dank u wel. Ik heb een vraag. Het PAK gaf aan dat zij de prijs opstellen dat de raden ook betrokken worden bij het ontwikkelen van plannen, dat ze mee kunnen denken. Wat vindt u van dat idee? Want dat hoor ik niet terug van. Volgens mij heb ik dat zojuist gezegd. Wij zouden wel gek zijn als we niet van al die 24 adviseurs die we hier om ons heen hebben geen gebruik zouden maken. Dus dat gaan we graag doen. Ja, maar zo legt u dat. Nee, ik had een ander beeld.
En zo zijn er natuurlijk verschillende suggesties al gedaan. Mevrouw Streur, het mbo-onderwijs, goede suggestie, gaan we echt serieus naar kijken. Maar u weet ook dat het idee leeft om in deze regio hoogopgeleide zorgmedewerkers een eigen plek in het hele opleidingsstelsel te geven. Concreet voorbeeld is de HBOV, om die een goede plek te geven. Maar ook een echte doorbraakhulpverlener die in de hulpverlening een andere wind kan doen waaien, zodat we wat minder hulpverleners in gezinnen hebben. En we hebben nu soms gezinnen met 5 tot 10 hulpverleners. Kunnen we dat nou niet wat makkelijker terugbrengen naar een aantal minder? Maar dat vraagt ook een andere medewerker. Ook daar willen we naar kijken of we daar een goede plek voor kunnen vinden. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk. Wij willen graag de positieve gezondheid invoeren. In Hardenberg wil men graag het IJslands model invoeren voor wat betreft het alcoholgebruik van jongeren. Als die succesvol zijn, kunnen we ze eigenlijk gewoon in al die 6 gemeentes gewoon invoeren. Omdat we via de regio-deal het geheel overdraagbaar maken naar andere gemeentes. En hoeven we niet allemaal een eigen experiment te doen. Maar zo kunnen we misschien wel, als we hier 10 ambities willen realiseren, kunnen we er misschien wel 20 realiseren. Omdat we met de regio-deal en die samenwerking en die solidariteit die we beogen ook werkelijk het overdraagbaar maken naar alle gemeentes. En kunnen we onze regio optillen uit de situatie waarin we nu verkeren. Volgens mij heb ik daarmee ook wel de meeste vragen beantwoord. Ik kijk even in het rond. Dat wordt niet weersproken. Het wordt niet weersproken. Dan constateer ik, voorzitter, dat mijn collega nu even de microfoon kan nemen. Maar ik constateer ook dat u allen positief staat tegenover de regio-deal. En dat deze gemeente met veel enthousiasme daaraan deel zal nemen. Ik dank u. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Zwiers om de andere aspecten in te gaan die nog benoemd moeten worden. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil haar zeggen bedankt, collega. En ik wil weer gaan zitten, maar dat ga ik maar niet doen. Ik heb nog wel wat toe te voegen, gelukkig. Even nog naar die stakeholders. Er zijn er natuurlijk heel veel. En in die pijlers gaan we ze op heel korte termijn ook al aansluiten. We zijn op dit moment bezig onder andere met bestedingsplannen. Die moeten nog aangeleverd worden. En die moeten per gemeente moeten die opgewerkt worden. En per pijler uitgewerkt worden. Dus dat is een van de stappen waar we nu eigenlijk al druk mee zijn. Omdat we toch eigenlijk vrij snel door willen, maar ook door moeten. Als het gaat om, CDA gaat nog aan van, we kijken naar ontwikkeling in onze gemeente. Ik weet niet of dat heel duidelijk is, maar we kijken inderdaad ook naar onze gemeente. Maar we kijken ook naar andere gemeenten. Want als het dan gaat over de kaders waar ook BBC over rept, dan is het zo dat projecten een regionale invloed, een regionale impact moeten hebben. Dus we kunnen net zo goed naar Hogeveen als naar Emmen als naar Arnhunze kijken. Maar we zouden er ook hier iets mee moeten. Dus onze belangstelling gaat ook zeker uit naar de projecten die in andere gemeenten plaatsvinden. Naar de bestemmingsreserve die specifiek hiervoor in het leven zou kunnen worden geroepen. Ik weet niet of ik voor mijn beurt ga praten als ik naar onze financiële mensen kijk, maar ik denk dat er geen probleem is. En ik denk dat het ook best wel heel zuiver is om dat op die manier te benaderen. Dus ik denk dat dat een goed voorstel is wat we prima kunnen overnemen als college. En als het gaat om de rapportage en de inhoud, er werd onder andere al gesproken over de 4% overheid, wat een van de zaken is die meegenomen moet worden. Maar uiteraard moeten wij nog stilstaan bij wat nou precies in die rapportages moet worden opgenomen. En dat zal waarschijnlijk ook niet in één keer goed gaan bij de eerste rapportage, want de informatie die je krijgt roept vast ook wel weer andere vragen op. Dus dat zal ook een stukje ontwikkeling vragen van ons met elkaar. Als het gaat om de verbinding tussen allerlei regelingen, waar de VVD het over had, helemaal mee eens. We moeten dat natuurlijk wel goed in de gaten houden, dat er geen overlap plaatsvindt. We hebben een economische visie,
waar ook BBC over sprak, die economische visie en de regelingen die daaruit voortvloeien, het mag niet elkaar kruisen en elkaar in ieder geval niet tegenwerken. Het moet elkaar juist gaan versterken en goed op elkaar aansluiten. Nou, ik denk dat dat op zich geen probleem hoeft te zijn. We hebben alle zaken die nu voorliggen, zowel de regio-deal als de economische visie als Dutch Tech Zone als programma, daar zijn we vanaf het begin bij betrokken geweest met elkaar. Dus we hebben daar ook volgens mij goed zicht op. Als het om wonen gaat, de energietransitie werd al even genoemd. Dat is ook wel best weer een lastige. Daar zullen wel concrete zaken uitkomen. Maar we hebben daar natuurlijk ook nog het klimaatakkoord, zeg maar, conceptklimaatakkoord moet ik zeggen, wat nog voor ligt. We hebben een regionale energiestrategie waar u al zo over bijgepraat bent. Dus allerlei zaken, als het gaat om die bebouwde omgeving, die zullen wel voorbij komen. En daar moeten we op het moment dat dat wat meer duidelijk wordt, moeten we daar ook concrete scheidingen in aanbrengen tussen datgene wat er in de regio-deal valt en wat we zelf in onze eigen gemeente zouden moeten doen. Als het om een stukje economie gaat, en dan gaat het om de Dutch Tech Zone, ja, dan kan ik me eigenlijk nooit inhouden om even het verhaal van die varkens te vertellen. Want wat er eigenlijk gebeurt in onze provincie, is dat wij het varken hier lekker vetmesten. En vervolgens, dat doet de boer natuurlijk, en vervolgens gaat dat varken in een vrachtauto en die wordt naar Parma gereden. Daar wordt die geslacht. Die boer die krijgt 30 cent de kilo, bij wijze van spreken. In Parma wordt die geslacht. De hampertjes komen terug en wij kopen het hier voor 3 euro per ons in de winkel terug. Nou, dat noemen ze waardevlucht. Ik zou heel graag willen dat die waarde in ons gebied blijft. En dat betekent ook dat je dan praat over echte economische structuurversterking. Als we die waarde hier kunnen vasthouden en dat ook hier weer geïnvesteerd wordt. En dat hebben we ook niet gekend in de tijd dat Axo in Emmen was. Toen waren het allemaal subvestigingen. En er is alleen maar werk hier naartoe gebracht, maar geen investeringskapitaal voldoende. En dat, daar moeten we voor zorgen dat dat hier echt blijft in de toekomst. En dat is een hele uitdaging, maar wel een hele mooie. Even kijken, voorzitter. Volgens mij heb ik daar ook wel eens ongeveer alles gehad. Rapportages, heeft collega Brink al iets over gezegd. Nou, volgens mij moet ik het dan hier maar gewoon bij laten. Ik dank u wel. Misschien moet ik er nog twee elementen toch even aan toevoegen. Eén is denk ik dat het wel goed is om hier te memoreren dat we met elkaar met deze regio-deal de eerste transformen van wat toch vrij, nationaal gezien een vrij unieke beweging is. Voor het eerst dat het Rijk onderkent dat de situatie in Nederland niet overal precies dezelfde uitvoering van landelijk beleid vraagt. Dat regio-specifieke beleid, zoals dat dan genoemd wordt. En de manier waarop dat wordt uitgerold en vormgegeven, dat komt hierin, in deze regio-deal, tot de uitdrukking. Er komen meerdere tranches, maar we zitten in die allereerste trans. We zijn dus in die zin ook een proeftuin om te kijken hoe die samenwerking tussen al die overheden het meest maximale effect kan sorteren op een manier die past bij het specifieke karakter van deze regio. Dat maakt het één interessant. Er is wel een bijzondere inkleuring bij ook straks de uitvoering. Hoe gaan we dat dan operationeel zien? Hoe gaan we dat dan terugzien? Ook in het commitment van het Rijk om meer maatwerk dan voorheen wellicht ook te leveren. En het tweede aspect wat ik wilde nog benoemen aanvullend is daarmee samenhangend. Onze grensligging is zo'n regio-specifiek aspect. En dat maakt dat het kabinet, en sommigen van u verwezen daarnaar, natuurlijk ook verwachtingen heeft ten aanzien van ja, de mogelijke rol en kansen die in het kader van de regio-deal hiermee naar voren komen. En we vinden dat bij onszelf natuurlijk al terug in de uitgangspunten van de Dutch Tech Zone. Eerder al in vierkant voor werk. Dus dat nog even ter aanvulling. Het is geen antwoord zozeer op vragen, maar het is wel denk ik een belangrijke notie die aanvult bij de overwegingen die u al heeft genoemd, waarmee u aangeeft dat het goed is om deze regio-deal aan te gaan. Goed, ik stel voor dat we het bij deze eerste ronde laten, tenzij er naar aanleiding van de beantwoording van de zijde van het college nog aanleiding is om te zeggen we willen nogal een rondje doen. Bestaat die behoefte? Nee, hè? Kunnen we het hierbij laten? Dan denk ik dat we in een redelijke juichstemming inderdaad kunnen zeggen, gehoord de bijdrage van ieder, dat we met volledige instemming, met hoge verwachtingen. Nee? Toch nog? Voorzitter,
Volgens mij was er nog een vraag van het CDA over die bestemmingsreserve. Ja, maar daar heeft de wethouder iets over gezegd. En volgens mij... Er was aan de raad. Er was een vraag aan de raad. Ach zo. Ja, dan heeft u... Oké, dat was de toezegging al. Ja. Ik vraag me dan wel af waarom we daar in de commissievergadering niet langer over gesproken hebben. En waarom dit nu dan ineens is vastgesteld. He, er is een opbouw in die reserve gekomen van 50%, 37,5% en 12,5% denk ik. Ja. Waarom die nu dan in één keer weg is. Mevrouw Katerberg wil erop reageren. Nou, hij is niet weg. Die vraag heb ik ook in de commissie gesteld. Of er een aparte bestemmingsreserve kon komen. Dus het is gewoon een vervolg op wat daar toen is gezegd. Ja, maar daar heeft niemand op gereageerd. Nee, vandaar ja, de vraag. De wethouder wel. En daarom heb ik het nu in de raad gevraagd. Ja. Van, wat vinden jullie daarvan? Nou ja, het mag van mij nu nog, maar... U heeft nu ook de toezegging van de wethouder gehoord. Dus als u nu vindt van ja, maar wij vonden dat oorspronkelijk idee wel een beter idee, dan moet u nu zeker reageren. Zou ik zeggen. Nee, Barney. We gaan gewoon het rondje nog even verkennen of er behoefte bestaat. Ja, dankjewel. We hadden toch nog uit onze vragen, ik was even misleid, maar goed, we hadden twee vragen waren toch nog niet beantwoord. En daar had ik toch wel graag een antwoord op. En dat zijn, levert de provincie Overijssel ook een bijdrage, want Hardenberg is een onderdeel van de provincie Overijssel. En daar heb ik geen antwoord op gehoord. En de vorderingen in het besluitingsproces van de regio-deal van een andere gemeente, dat zou ik graag nog willen weten. Helder, we maken het rondje eerst even af. Kijken of er nog meer op tafel ligt. Mevrouw Katerberg nog aanvullend. Ik kan nog een hele mooie zinsnede. Het vraagt ook lef om met zo'n deal aan de slag te gaan. En dat vind ik toch belangrijk om te benadrukken. Er wordt ook gesproken van proeftuin. Ik vind dat wel een mooie manier om dit aan te pakken. En het meervoud van lef is leven. En dat wij er toch echt van uitgaan dat de regio-deal iets gaat bieden in de levens van onze inwoners. Nou kijk, het zou bijna een poëtische afsluiting van dit rondje kunnen zijn. Maar goed, we gaan toch eerst verder richting mevrouw Siel. Dankjewel. Ik heb eigenlijk, de PvdA begon behoorlijk negatief met achterstanden en dat we achterlopen. Ik denk dat we al heel veel positieve ontwikkelingen hebben. Er werd een suggestie gedaan voor een mbo-opleiding in de zorg. Maar ik denk ook zeker dat er moet worden gekeken naar een mbo-opleiding in de techniek. Juist omdat we hier zoveel maakindustrie hebben. En in het verlengde daarvan vragen wij ons als VVD wel af of een hbo-opleiding in de zorg wel echt iets toevoegt. Dus dat is een, dat vragen we ons af. En tenslotte wil ik graag nog het BBC bijvallen over de subsidiecoördinator. Daar zitten we al een tijdje op te wachten. En de berichten van onze regio daarover waren vandaag in de krant of gisteren heel erg slecht. Dus wij willen ook graag dat dat snel wordt opgepakt. En tenslotte wil ik nog graag even ingaan op de Dutch Tax Home. We hadden een prachtig voorbeeld over de varkens. Gelukkig hebben we hier nog geen Partij voor de Dieren zitten. Maar... wij zijn ook zeker voor het ondersteunen van de regionale ondernemers. Dus dat is alleen maar een bijval. Ik dank u wel. De heer Slomp. Dank u wel. Volgens mij begin ik niet negatief. Het is gewoon, ik zou zeggen, zoek de CBS-cijfers ergens bij. En meneer Brink die refereerde daar ook aan, geloof dat ik het niet eens ben met de PvdA. Maar valt toch echt niet te ontkennen dat we op een aantal gewoon feitelijke omstandigheden forse achterstand hebben in dit gebied. En u hoort ons beslist niet zeggen dat je niet trots moet zijn of niet trots zou moeten willen zijn op dit gebied. Dat zijn volgens mij twee volstrekt verschillende grootheden. Volgens mij is deze regio-deal er... specifiek gekomen omdat we op een aantal gebieden wat in te halen hebben. En daar moeten we denk ik onze ogen niet voor sluiten. Die bestemmingsreserve is wat ons betreft prima idee. Volgens mij wordt daar alleen maar helderder van.
Die varkens, dat vond ik nog niet het beste voorbeeld, moet ik zeggen. Tot zover. Goed, dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Hoedemaker. Nog behoefte? Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat solidariteit een kernwaarde is van de regio Diel. En ik geloof de wethouder heel graag dat die zegt dat we de zaken en de investeringen en de revenue straks niet op een goudschaaltje gaan liggen wegen tussen de verschillende gemeenten in. Dat vind ik heel positief om te horen. En ik hoop dat ik daar de raad en iedereen nog eens aan mag herinneren. Of dat u dat doet. Dat zou natuurlijk nog mooier zijn. Historisch gezien is D66 geen groot voorstander van bestemmingsreserve. De raad heeft het budgetrecht en er is altijd een angst of een gevoel dat je door het oprichten van inrichten van een bestemmingsreserve dat een stuk weggeeft aan het college. In de afgelopen periode hebben we wel gezien dat dit college daar op een hele nette manier mee omgaat. Dus ik wil daar beslist geen halszaak van maken. Ik ben blij te horen dat ook de VVD een sterke regio voorstaat en waarschuwt voor een graaicultuur en hierin een vliegwiel ziet. Tot zover. Dank u wel. De heer Bouwers nog. Nou ja, wat de heer Hoedemaker ook zegt, het is natuurlijk een vliegwiel. Ja? En zo zien we dit ook. Ja, het is een aanzetting dat wij toch een beetje verderop in de economie komen en er beter op komen te staan. Maar goed, het is wat ons betreft een goed stuk. En wij zullen de ontwikkelingen zien. En wij hopen dat de gemeenten die hier aan meedoen, daar allemaal positief in blijven. Want dat is natuurlijk, je moet met elkaar moet je dit doen. Want als er bij een of ander geen gemieter komt, dan heet klaar. Dus ik zou dus tegen het college zeggen, hou iedereen goed in de gaten. En u zelf ook, uiteraard. En dan, het is een kans. En pak het aan en ga ermee aan de slag. Dank u wel. Eerst ook er nog. Ja, voorzitter, dank u wel. Fijn dat het college nogmaals de betrokkenheid van de raad als noodzakelijk heeft bestempeld in haar reactie. En dat we op de cruciale momenten betrokkenen gaan worden. VVD geeft aan, fijn dat er geen Partij voor de Dieren is. Nou, in ieder geval reageerend op wat de wethouder aangaf. De regio Parma heeft in ieder geval een goede deal. Want Parmaham is dan pas Parmaham wanneer het varken daar terechtkomt, geslacht wordt. Voor de desbetreffende dieren is het vreselijk dat ze zover door Europa vervoerd moeten worden. En om met de woorden van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer misschien te eindigen van wij zijn ook tegen de bio-industrie. Wenden misschien wel vast aan. Goed, ik kijk nog even naar het college. De heer Zwiers. Ja, wat zo'n varken al wel niet losmaakt, hè? Goed. Overijssel. Overijssel heeft aangegeven en dat zij de bereidheid hebben om mee te doen. Of dat allemaal gaat gebeuren hangt natuurlijk ook allemaal van de besluitvorming af in de andere gemeenten. Maar die staan daar niet onwelwillend tegenover. Dus dat volgens mij, als het positief besloten wordt in Hardenberg, dan komt dat goed. Voortgang in de andere gemeenten, daar was ik eigenlijk al een beetje aan begonnen. Hardenberg heeft volgens mij vandaag op de agenda staan, dacht ik. En dat is er door, hoor ik, vanaf de zijkant ingefluisterd. Dus dat is goed nieuws, dat is er al één. En we weten ook dat in de andere gemeenten, ondanks dat de financiële situatie soms wat lastig is, dat ze allemaal positief staan tegenover de regio-deal. Concreetheid is af en toe nog een item, maar daar... Emmen is een hamerstuk, heb ik ook hoor ik net van de rechterkant. Dus ja, dat gaat snel zo. Als we nog even doorgaan, dan hebben we alle informatie straks binnen. Hè? Ik voel me net zo'n boodschapper zo.
Bestemmingsreserve, om daar toch even op terug te komen. Twee dingen. Ik heb inderdaad net al aangegeven, die bestemmingsreserve is geen probleem. En even naar de heer Roedemaker, in ieder geval bedankt voor het vertrouwen dat wij netjes omgaan met die reserves. Er zijn een aantal bedragen, die halen wij nu uit bestaande bestemmingsreserves. En die voegen we weer samen in één reserve. Dus, precies, maar de totale omvang van de bestemmingsreserve blijft dus in wezen ongelijk. En verder wil ik nog opmerken dat, ja, kijk, als we hebben het over solidariteit. Als we moeten goed voor onszelf opkomen en je moet goed voor jezelf zorgen, zeggen ze altijd. Dat heb ik zo thuis ook geleerd. Maar het is wel belangrijk dat je daarin ook bekijkt van hoe je daarin samen kunt optrekken. Als we te veel gaan claimen aan de voorkant, dan zet je daarmee ook de gesprekken al vaak onder druk die je nog moet hebben over wie straks wat gaat doen. En ik heb er alle vertrouwen in, met de gesprekken die we tot nog toe gevoerd hebben, dat dat geen item wordt. Dat dat iets is, hè, u heeft het net ook al zelf geconstateerd, dat de besturen solidariteit uitstralen. Nou, dat is ook echt wel de bedoeling. We hebben ook als gemeente Coevorden, denk ik, en niet alleen ten aanzien van deze regio-deal, toch echt steeds geroepen van wij willen die samenwerking in de regio. Slimme samenwerking in de regio, hebben we regelmatig gezegd. Wij voelen ons ook als dit college, en ook het vorige college was dat zo, voor ons toch wel enigszins de pleitbezorger voor die samenwerking in deze regio. Want die was er in het verleden echt veel minder. We hebben daar stevig aan getrokken. Alle collega's in het college, maar ook onze ambtenaren hebben daar een stevige bijdrage in geleverd. Maar u als raad heeft dat ook vaak aan ons meegegeven, dat we daarmee op de goede weg zijn. En we hebben heel veel mooie banen. Laten we dat niet vergeten. En onze ondernemers staan in de startblokken om bij te dragen aan de economische visie, maar ook in de Dutch Tax Zone. En daar willen ze graag mee aan de slag. En dat is niet alleen zo bij de ondernemers, maar ik weet ook dat ze ook in de zorg ook staan te popelen om daar projecten op te pakken waar Wethouder de Brink veel meer van weet dan ik. Dus alles bij elkaar denk ik dat we heel veel vertrouwen kunnen hebben, zoals het nu gaat, in die regio-deal. En ik ben het met u eens, goed rapporteren, elkaar goed vasthouden en goed kijken of we wel de goede dingen doen en goed passen op het geld. En dat gaan we zeker doen. Dank u wel. Dan zijn we hiermee na twee termijnen denk ik rond. Ik neem aan dat er geen behoefte aan een stemverklaring is. Dus dat we met algemene stemmen kunnen instemmen met het gevraagde besluit. Dan is dat al dus besloten. Mooi, dank u wel. En voordat ik ga sluiten, voor de vraag kunt u ermee instemmen dat we dat bij acclamatie benoemen. Al dus besloten. Eenstemmig. En daarmee hebben we dat ene bespreekpunt nog over. Het voorstel in zaken het afsluiten van de er werd al zojuist even naar gerefereerd. Ik hoop dat u zoveel mogelijk mensen in uw wijde omgeving, kijk ook even naar de mensen thuis en op de tribune, nog even eraan herinnert dat het toch belangrijk is om donderdag dat democratische recht te gebruiken om ook nog even te bepalen hoe er vanuit Europa wellicht kan worden bijgedragen aan de mogelijkheden die we in de grensregio graag zouden willen benutten en de belangen die we hebben te verdedigen. Ik hoop dat we erin zullen slagen om iets hogere opkomst te krijgen dan 5 jaar geleden met de Europese verkiezingen. Maar we weten dat dat best een ingewikkelde klus zal blijken te zijn. Laten wij het goede voorbeeld geven. Dus veel succes daarbij gewenst en wel thuis. De vergadering is gesloten.